Ik kom uit het stadje Megen aan de Maas. Dat ligt echt aan de Maas. Een klein, mooi, oud stadje. Heel erg katholiek. 3 kloosters. Van paters, van nonnen en een seminarie voor priesterstudenten. Ik ben heel erg katholiek opgevoed. En daar heb ik ook heel veel spullen van. Omdat dat zo indringend in ons gezin was. Ik kom uit een groot gezin van 7 kinderen. Maar in dat kleine stadje aan de Maas, daar woonden zoveel religieuze en in die kloosters, dat heel indringend, daarin ben ik grootgebracht. Vandaar dat ik ook verzameld heb. En daar ligt eigenlijk het begin van mijn verzameling van die religieuze artikelen. Ik heb bijvoorbeeld ook een speelaltaartje. Velen van u zullen niet weten wat het is, de ouderen misschien wel. Maar jongens, vroeger, kinderen van 11, 12 jaar, jongens, dan wilde elke ouder heel graag dat kind priester werd. En die kregen dan, op die leeftijd kreeg zo'n jongen, kreeg dan een altaartje in het klein. Echt helemaal nagemaakt van een altaar uit de kerk. Hier heb ik mijn eigen pop. Mijn Elsje, dat vond ik in mijn jeugd, vond ik dat een prachtige naam. En deze pop heb ik gehad toen ik 5 à 6 jaar was. Het is een pop van celluloid, het merk is Schildpad. Er zijn vast wel mensen onder u die dat wel weten. Dat toen der tijd was dat een heel gewild merk en al, een echte merkpop. Nou, hij is helemaal verbleekt en verschoten. Ja, hij moet eigenlijk niet lachen, maar ze heeft een jurkje aan. En dat is de stof van mijn plechtige communiejurk. Want wat ik al zei, ik kom uit een groot gezin en mijn oudste zus, dat was de naaister in het gezin. En die maakte toen ik mijn plechtige communie deed, want dat was vroeger nog een gebruik. Dat is eigenlijk dan de hernieuwing van de doopbelofte. Die maakte de jurk voor mij, een lichtblauwe jurk. En er was een lapje over en mijn Elsje kreeg zo'n jurk. En ze heeft hem nog steeds aan. Maar even terug te komen, wat ik vertelde, ik kom uit Megen. Later ben ik dus verhuisd, ben getrouwd, verhuisd. En toen ben ik in Rijen komen wonen. En daar hadden we het geluk dat we best een ruim huis hadden in de Tuinstraat. Dus daar kon mijn verzameling, die in de loop der jaren gegroeid was, die kon ik daar wel kwijt. Maar na een aantal jaren gewoond te hebben in de Tuinstraat, zijn we naar Hulte verhuisd. Oh, en daar was nog meer ruimte, hè. Daar is mijn museum ontstaan. Daar hadden we een boerderij met beestjes. En in die grote stal, de koeienstal die vastgebouwd zat aan het huis, daar ben ik mijn verzameling neer gaan zetten. En heel voorzichtig is toen het museum gegroeid. Ik had daar mijn spullen staan, mijn poppen, mijn speelgoed en allemaal oud, hè, oud, oud. En daar kwam eens een vriendin kijken en die bracht ook weer een vriendin mee. En steeds meer kwam het aan voor van, god, je moest hier eigenlijk een museum van maken. Dan konden daar meer mensen van genieten. En zo is dat gegroeid. En heb ik daar 15 jaar heerlijke tijd gehad met mijn museum. Maar ja, de liefde wat ik dan in het kort vertelde, van, die is nooit overgegaan. Na 23 jaar in Hulte op de boerderij gewoond te hebben, mijn man is erg ziek geworden. Wij konden daar niet meer blijven wonen. We zijn verhuisd hier naar Rijen in de kern. Ik woon nu midden in het dorp. En mijn man is ook overleden inmiddels. Triest genoeg. Na een flink aantal jaren hem verzorgd te hebben, ben ik helemaal tot rust gekomen. En daar komt mijn oude liefde weer boven. Ik heb een slaapkamer in mijn huis. En dat zult u zo wel zien. Dat is een klein deel van mijn verzameling, want de rest is allemaal weg. Heb ik op moeten ruimen wegens ruimtegebrek. En in die tijd ook nooit bij stilgestaan dat ik er nog iets mee zou willen doen. Maar nogmaals, ik ben tot rust gekomen na jaren van verdriet en zorg voor mijn man. En ik heb mijn hobby hier opgepakt. Ik heb hier staan al deze poppen die hier in mijn klein museumpje, heel voorzichtig gezegd, staan. Dat zijn allemaal hele oude poppen. De alleroudste, dat zijn de porseleinen poppen. Die hebben een hoofd van porselein. En dat werd eigenlijk, het is biscuit.
Maar het wordt, biscuit is, wordt gebakken. En later deed men, als die hoofden gebakken waren, ging er een glansmiddel over en dan noemde men het porselein. Maar het is eigenlijk hetzelfde. En biscuit, als je nou een beschuit neemt, een beschuit is, die is ook twee keer gebakken. Hè? Een beschuit is een beschuitbol en dan wordt die is gebakken van deeg. En dan wordt die beschuitbol wordt doorgesneden, krijg je dus twee beschuitjes en dan wordt weer gebakken. En dat is biscuit. En biscuit betekent dus ook, bis is twee keer gebakken. En daar komt dus die naam biscuit vandaan en daarom onze beschuiten ook. Die poppen zijn allemaal gemerkt, die poppen met dat porseleinen biscuithoofd, die zijn allemaal gemerkt achter in de hals. En ja, je hebt toen de tijd natuurlijk diverse poppenmakers. Maar voor alleen de rijke kinderen van de rijke ouders, die kregen zo'n dure pop. Want het was natuurlijk kwetsbaar. Want porselein, ja, als het valt, pop kapot. Dus het waren eigenlijk geen echte speelpoppen. Daar waren de ouders veel te zuinig voor. Een kind mocht hem even vasthouden, in een wagentje of in een wiegje leggen. En hij werd weer gauw op een stoeltje gezet. Het gevaar voor dat hij kapot viel. Hier heb ik bijvoorbeeld, het is ook een antieke pop, het is een AM, een Amal Marseille. Het is een Duitse pop, de meeste van die antieke poppen zijn Duitse poppen, ook met een biscuithoofd. Maar die heb ik dus ook helemaal zelf aangekleed. Maar zoals u ziet is het ook allemaal oudkant, onderkleding, bovenkleding. Ik hou ook heel erg van accessoires, dus ook weer een tasje erbij van hetzelfde materiaal. En ja, het is echt nou mijn grote hobby om daarmee bezig te zijn. Mijn museum in Hulte, ja, wat ik vertelde, ik ben in de koeienstal begonnen. Dat was best lastig, want dan sta je in zo'n grote ruimte en dan heb je je spullen. Maar hoe zet je het neer? Hoe etaleer je het? Nou, daar had ik die gouden rechterhand van Jan hoor. Die was zo handig en die dacht ook bij mij mee. Maar die heeft eerst ook echt heel die stal eigenhandig voor mijn naast zijn werk. En dan kwam die s'avonds om 6 uur thuis. En dan ging het oude pakje aan. En dan ging die voor mij in die koeienstal eerst de hele voergul van de koeien. Die lag er nog in. Nou, hij heeft wat gebikt en gesloopt en opgeknapt. Onder andere een prachtige oude schoudering gemaakt. Had ik een platte buiskachel in staan. Die ging dan aan als mensen kwamen. Ja, de gezelligheid die straalde er gewoon vanaf. Het was ook heel gemoedelijk. Wat mijn bezoekers, maar wat ik zelf ook, maar ook mijn bezoekers zo leuk vond, dat was het verhaal. Door mijn verzameling, door het zelf overal achteraan te gaan, wist ik waar alles vandaan kwam. Het kwam van een rommelmarkt, maar het kwam ook van beurzen later, van de grote beurzen uit Utrecht en Rotterdam, waar ik jaarlijks altijd naartoe ging, waar ze prachtige dingen hadden. Toen had ik een keer een groep uit Tilburg. Daar waren mannen, vrouwen. En die kwamen elk jaar nog samen. Die hadden gewerkt in de Mutsaars poppenwagenfabriek. En daar is dit wagentje gemaakt. En dat is een prototype. Als zij een nieuw model hadden, dan maakten zij een klein wagentje en daar gingen de vertegenwoordigers mee op stap. En die gingen dus naar de kinderspeciaalzaken om dus die wagen te laten zien. Maar toen kwam die groep mensen uit Tilburg en toen zei een van die dames, oh, zo'n poppenwagentje heb ik vroeger ook gehad. Ik zei, ja, mijn speelgoed. Ik zei, ja, maar er was geen speelgoed. Oh, jawel, jawel. Maar toen deed ik mijn verhaal wat ik zo net vertelde, dat gemaakt werd als prototype voor de vertegenwoordigers die daarmee op pad gingen. Die zei, och, nou snap ik het. Zes onze pa, die werkte bij de Mutsaars. En nou snap ik het. Die hebben natuurlijk zo'n wagentje meegekregen. En dat heb ik gehad. Ik zei, ja, dat is het verhaal. Achter de poppenwagentje. En nu is een grote hobby van me de kleding maken voor mijn poppen. U ziet het ook wel. Al die antieke poppen die hier staan. En de kleertjes die hier hangen. Ik heb ze allemaal zelf gemaakt. En dat doe ik nog steeds. Want dat vind ik wel zo leuk. Maar mijn materiaal is op. Want ik doe dat niet van nieuw materiaal. Ik heb daar oud materiaal voor nodig. Oude stukjes stof. Oude kantjes. Oude randjes.
Ja, dus ik doe heel voorzichtig een oproepje. Als er nog iemand iets heeft liggen waar die niks mee doet. Ik heb het al van diverse mensen uit rijen gehad hoor. Die dat gehoord hadden via via. Ik heb ook wel eens een klein advertentietje in de Stem gezet. Daar heb je zo'n rubriek van lezers helpen lezers. Ja, zo heet die. En daar heb ik een keer een oproep gedaan voor Oud Kan. Nou, daar hebben echt heel veel mensen op gereageerd. Ook uit rijen, hartstikke lief. Of een oud gehaakt kleedje. Want je ziet wel in mijn klein mini-museum hier... is het allemaal oud en lintjes en frutseltjes. Dus bij deze, mocht iemand nog iets hebben liggen in een hoekje, heel graag. Hier is bijvoorbeeld het negerpopje. Dit is geen biscuit, geen porselein meer. Dit is celluloid. Dat kwam later, want celluloid was natuurlijk veel minder kwetsbaar. Dat is niet zo breekbaar. Want mijn eigen pop die ik net heb laten zien, dat is ook al een celluloid pop. En die komt uit de jaren 40, van tussen 1940 en 1945. En daar is dit popje ook van, dat donkere popje. Ik had mijn museum nooit kunnen hebben als ik Jan niet had gehad. Voor echt het werk wat hij verzet heeft, maar ook vooral voor het meedenken van hoe doen we het. Maar dan kwam er weer een groep. Maar dan was Jan verdwenen, hè. Dan was hij op de achtergrond. Want dat was niks voor hem. Als er bezoek kwam, dan moest Miepen doen. Dan was Jan vertrokken. Dit is een BH'tje voor een popvoer. Want mensen maakten vroeger ook heel veel zelf. Want er waren eigenlijk, heel vroeger waren er geen speelgoedwinkels. Je had een soort bazaar waar ze huishoudelijke artikelen verkochten. En daar kon men wel eens een klein speelgoedhoekje treffen. Maar echte speelgoedwinkels, die waren er in de 40 en 50 jaren niet. En hier heb je een lijfje, lefke werd er gezegd. Er waren toen nog geen BH's. En dat mocht men met die borsten ook niet zien. Dus dat werd strak gemaakt, zelfs een belijntje. Hier lopen twee belijntjes om de borsten maar niet te zien. En dan in het poppenformaat. Voor de poppen werd nagemaakt van de volwassenen. De volwassenen hadden dus zo'n lijfje aan. Dus voor de pop werd dat ook gemaakt. Mensen vragen ook wel eens aan mij van God Miep, hoe zie je de toekomst? Waar gaat er met al die mooie spullen die je me zoveel liefde verzameld hebt en gemaakt hebt? Want ja, het is iets van jaren hè, wat hier staat. Waar gaat er mee gebeuren? Ja, ik zou het niet weten. Maar ik hoop wel dat het een bestemming krijgt en dat het met liefde heb ik er echt voor. Dat het met liefde ergens komt waar weer heel veel mensen ervan kunnen genieten. Daarom heb ik ook in al die jaren eigenlijk een beetje, denk ik, in mijn onderbewustzijn dat verhaal verteld. Want daar vonden mijn mensen in, de bezoekers in dat grote museum in Hulten, die vonden ook van, mevrouw, het verhaal is zo mooi en daarom spreekt uw museum zo aan. En ja, maar dat komt ook, ja, ik heb het allemaal zelf verzameld. Maar dat verhaal en die spullen, die moeten bewaard blijven. En ik hoop zo ontzettend dat dat bewaard mogen blijven. Dus, dank je.